Heel goede avond iedereen, bijzondere tijden zijn het. En dan passen ook wij ons graag aan. Geen vier, maar drie gasten vanavond, zodat we niet te dicht bij elkaar zitten. Het zijn er trouwens ook drie die de plaats innemen van vier, figuurlijk dan voor alle duidelijkheid. Allemaal zware gewichten in hun vakgebied. Mark van Rans die komt de laatste stand van zaken geven. Lockdown in Frankrijk hebben we daarnet gehoord. En we gaan natuurlijk ook over de laatste cijfers praten, over de mondmaskers en nog zoveel meer. Met Karel de Vos praat ik over hoe die nieuwe regering die er komt, die dus met volmachten zal werken. We dachten een beetje, professor, dat is misschien goed nieuws, maar u bent razend eigenlijk. Als ik het razend niet, maar ik ben vooral zeer ontgoocheld, ja, over wat er gisteren is beslist. Ja. Het gebrek aan leiderschap, de communicatie die volgens mij niet echt waarheidsgetrouw is en het feit dat er toch geklungeld wordt op dit moment in de wedstrijd, ja, vind ik zeer triest. En gelogen, als ik Bart Wever mag geloven, daar zullen we het straks over hebben. En ook aan tafel, dames en heren, Mark Koeken. Sinds kort influencer, in opdracht van de FOD Volksgezondheid. Normaal moeten we u vaak bellen om te komen, meneer Koeken, hè, maar nu heeft u zelf contact opgenomen, omdat het echt wel een beetje een missie is, heb ik de indruk. Hè? Ja, wel, je voelt dat dat nodig is en dat er op diezelfde nagel moet continu geklopt worden, zodanig dat de boodschap van meneer Van Ranst echt door elk individu, door elk bedrijf enzovoort uitgevoerd wordt. Ik denk met hoe meer mensen die wat in de sector zitten op die nagel kloppen, hoe meer kans dat die nagel ooit verdwijnt. Dat iedereen zich bewust is van de materie, maar dat is nog altijd niet het geval. Maar we blijven het doen. Welkom iedereen aan tafel, alleszins en welkom u thuis bij de afspraak. Meneer Van Ranst, laat ons beginnen met Frankrijk. Volledige lockdown ook. Ik vraag me af, want we zullen straks die nieuwe cijfers ook bekijken natuurlijk en zo. Maar ik lees vandaag ook weer verschillende collega's van u die zeggen het zal niet anders kunnen, we zullen daar naartoe moeten. Nu gebeurt dat in Frankrijk. Wat denkt u? Wel, je ziet dat op de kaart. Hè. Meer en meer landen gaan dat doen. Wanneer dat in Frankrijk gebeurt, dan gaat het Van Staal glansgedeelte, gaat daar natuurlijk ook naar kijken. En dat heeft invloed. Ja, mensen kijken naar RTBF, maar evengoed naar TVA. En dan gaan ze zien, lockdown, geen lockdown. En voor de Franstalige politici wordt dat heel moeilijk om uit te leggen, vrees ik. Ja, want als we de cijfers bekijken, er wordt gezegd ook, ja, we volgen eigenlijk Spanje en Italië, toen zij in het begin van de epidemie zaten. Ja, klopt. Dat klopt. Ja. Dus dan is daar geen weg rond, dan is de vraag alleen nog wanneer. Dan is de vraag wanneer, ja. Italië en Spanje hebben dat gedaan wanneer ze 6.000 en 8.000 gevallen hadden en al honderden doden. En dan is de vraag van, ja, op welk moment moet je die maatregelen, of je die maatregelen moet nemen, op welk moment moet je die dan nemen. Mm-hmm. En wat is uw inschatting? Moeilijk te zeggen. Morgen? Er worden aan notas gewerkt. En er zijn verschillende vormen van lockdown. Elk land legt daar zijn eigen accenten wel een beetje. Sommigen zijn heel, heel erg streng en anderen die laten nog wat mogelijkheden tot ergens toch nog iets van een normaal leven te kunnen leiden of buiten te kunnen komen. Ja. Dus ik denk dat we daar op een bepaald moment verstandige keuzes in gaan moeten maken. Ja. Ja, en op een bepaald moment, ik ga toch nog eens proberen, wanneer heeft u nu al iets in gedachten en bent u op dit ogenblik hier aan tafel nog voorzichtig? Of, ik zeg altijd wat ik weet. Hè? Ja. En op dit moment weet ik dat, of besef ik, dat in de publieke opinie en ook bij de politici, de vraag naar verdere maatregelen, dat die er wel degelijk is. Dat is gewoon een observatie. Ja. En dan volgt natuurlijk dan de politiek, die publieke opinie. En dan zijn er zulke maatregelen eventueel wel mogelijk. Maar op dit moment zijn er die dus, om heel duidelijk te zijn, zijn er die nog niet. Nee, want wat we ook daarnet te horen kregen, opnieuw 5 dodelijke slachtoffers vandaag in ons land. Dat is dan een verdubbeling. Mag ik eerst eens vragen, zijn dat opnieuw allemaal mensen uit de belangrijkste risicogroep, namelijk de ouderen? Voorlopig wel, maar dat gaat niet zo blijven. Ja, ook bij een influenza-epidemie zijn er ook jongere mensen die daar aan kunnen zwaar ziek zijn en ook aan kunnen sterven. Dus dat zal in ons land ook niet anders zijn. Nu, die 5 doden gaan proberen van elke dag daar eenmaal over te communiceren in de voormiddag om 11 uur. Zodanig dat we niet elke dag bij elke nieuwe dode die er ergens in een ziekenhuis valt, daar berichten gaan moeten bijstellen. 1 keer per dag is meer dan voldoende daar. Ja, we hebben hier vorige week ook aan tafel gezegd, ja, een maatschappij heeft soms, hoe pijnlijk dat ook is, maar dergelijke cijfers nodig om verregaande maatregelen te kunnen nemen. Want als je nu ziet, dat is een verdubbeling. Als u zegt, van we zullen er wel naartoe moeten, dat is ook wat collega's zeggen wat in het buitenland gebeurt, dan
vraag ik me ook af. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar waar wachten we nog op? Er is geen magisch cijfer. Dat zou heel gevaarlijk zijn. Om ergens een magisch cijfer te gaan zetten, als we daarover gaan, dan gaan we dit doen. Ja, dat is er niet. Dat is eerder een aanvoelen. Vooral om het juiste moment ervoor te kiezen. We hebben eigenlijk nog maar één kogeltje in de revolver zitten. En je moet heel goed kiezen wanneer je dat kogeltje gaat afschieten. Als dat verkeerd landt, dan is zo'n maatregel potentieel verbrand. Dus je moet er heel goed mee oppassen. En verkeerd land, dat is dan dat het niet efficiënt zou zijn omdat de mensen zich er niet aan willen houden? Nee, of dat je ergens te vroeg voorstelt en de bevolking zou het niet willen of de politiek zou het niet willen. Je kan te vroeg met een maatregel zijn. Ja. Ja? En dan is dat verbrand. Vinden jullie dat we alles op slot moeten doen op dit ogenblik? Oh, dus het is echt niet aan mij om daarover te oordelen, maar dat is wel wat is uw de aanvoelen? Boodschap dat we de laatste dagen zoveel mogelijk proberen naar de mensen te brengen van de maatregelen die er al zijn, volg ze zo strikt mogelijk. In geval van twijfel, doe één sociaal contact minder, één ontsmetting meer enzovoort. Want hoe langer dat we zoiets kunnen uitstellen, hoe beter. Hè? Elke dag is een dag gewonnen. Maar we kunnen dat langer uitstellen en we ontlasten het systeem als alle niet-essentiële zaken gestopt worden. Om een voorbeeld te geven, bedrijven die administratief zijn, wel, die kunnen echt allemaal van thuis uit werken. En dan moet dat niet zijn, we blijven nog met zessen of we zetten ons op 2 meter afstand. Als je het kan, ik heb dat bijvoorbeeld dit weekend in gang gezet bij alle bedrijven waar ik het kon doen. Gewoon iedereen vandaag thuis. Je mocht nog 1 keer naar het bureau komen, verschillende uren om je grief te pakken, als je niet ziek geweest bent enzovoort. En dan thuis. Ik heb dat gisteren zoveel mogelijk gecommuniceerd, omdat mij dat ook gevraagd was. Maar als gevolg daarvan heb ik echt redelijk wat bedrijven die mij gemeld hebben via social media en privéberichten en zo. Van, ah, we hebben die voorbeeld gevolgd. Bijvoorbeeld een advocatenkantoor. En dus hoe meer dat we dat kunnen doen, want zelfs als we naar die strengste maatregelen gaan, gaat ook zijn, probeer daar de hoekjes niet af te rijden. Hè. Laat ons het voorbeeld nemen van het hamsteren. Het is inderdaad zo dat hamsteren, dat is niet gezond, maar langs de andere kant, je moet ook, als je 4 potjes yoghurt nodig hebt, moet je ook geen 4 keer naar het trottoirhuis gaan. Dus probeer daar allemaal gewoon wat gezond verstand, want ik moeten het er samen door. Hè. Maar het is ik blijf het een moeilijke oefening vinden. Als je ziet van het buitenland, dus Spanje, Frankrijk, Italië, ze doen het. Wij gaan er sowieso naartoe, hè, want dat is wat ik toch een beetje begrijp. Kan je dan niet meer slachtoffers vermijden door er nu al... Voelt u het nu aan, professor, alsof dit het moment is om de boel op slot te doen? Ja, ik denk het wel. Omdat in de feiten heel veel mensen stilaan naar een soort van zelfgekozen lockdown gaan. In die zin, er zijn heel veel vergaderingen die geannuleerd worden. Er zijn heel veel mensen die van thuis uit werken, die de verplaatsingen tot het minimale beperken, die contacten vermijden en die ook voelen dat het overal wat stilvalt. Er zijn ook verschillende winkels die overdag in de week sluiten. Dus er is een soort van zelfdiscipline die opgang maakt. En ik denk dat het moment om tot een georganiseerde lockdown, die in vele versies kan bestaan, om daartoe over te gaan, dat moment gekomen is, dat men dat ook wel zal accepteren. Dus als men het ooit moet doen, dan lijkt het niet goed om nog lang te wachten. Wat is uw inschatting? Deze week sowieso? Ik durf daar geen moment op plakken, omdat uiteindelijk de politiek daar het eindoordeel over velt en zegt van oké, nu gaan we dat doen. De vorige keer zijn ze de wetenschappers nogal goed gevolgd. Dit gaat natuurlijk nog meer verregaand zijn dan eigenlijk gelijk wat we ooit in ons land hebben gedaan. Dat is gewoon nog nooit gebeurd. Hè. Nee, goed, maar dan vraag ik me af, is men nu op dit moment nog niet bereid om naar Mark van Rans te luisteren? Want ja, dat moet je aan de anderen vragen. Hè. Dat is altijd zeer verstandig. Maar dat maak je zelf niet uit. Ja, maar daar zijn ze nog niet helemaal klaar voor om dat dan onmiddellijk te doen. Want dat is wat ik nu begrijp uit uw antwoord. Dat is niet enkel Mark van Rans. Dat zijn heel wat wetenschappers die daarover nadenken. Mm-hmm. En iedereen denkt natuurlijk altijd na over welke gevolgen heeft dat. En vooral, en dat is voor mij een heel belangrijke, hoe raak je van een bepaalde maatregel terug vanaf? Ja, overal altijd een exit-strategie hebben. En dat is hier niet zo eenvoudig. Mm-hmm. Maar wow, andere landen doen het en die hebben dezelfde informatie. Hè. Maar je moet zo'n lockdown ook goed voorbereiden. Als je kijkt naar de beslissing om de scholen te sluiten, dat heeft toch een tijd geduurd voor mensen wisten, kan mijn kind nu naar school, wat gebeurt er, wordt er toch geen les gegeven, wanneer komen die vervangopdrachten? En oké, dat werkt wel, dat heeft een paar dagen geduurd, maar een lockdown is de meest extreme maatregel, denk ik, die je ongeveer kan nemen. Ja. Dus als je van plan bent om dat te doen, dan moet je ervoor zorgen dat bij de invoering ervan dat allemaal uitgedacht is. Mensen weten wanneer mogen naar buiten, welke omstandigheden enzovoort. Dus als je dat ooit beslist, dan heb je volgens mij nog een tijd nodig om dat allemaal goed uit te denken en te organiseren. Als je dat ooit wil beslissen, dan moeten die draaiboeken toch op tafel komen nu.
Meneer Paranst, hoe zit het intussen bij de ziekenhuizen en de dokters? Er zijn een aantal elementen die ik met u wil bespreken. Ten eerste, er was toch een zekere ongerustheid over de ziekenhuisopnames. Die komen fel waren meer en meer toegenomen. Ik hoorde daarnet ook uw collega zeggen, ja, een aantal jonge mensen ook. Hoe problematisch is dat? Iedereen die in een intensive care afdeling terechtkomt, dat is altijd problematisch, gelijk hoe je het draait of keert. Maar ze komen wel. En op dit moment dan kunnen de ziekenhuizen dat nog aan. En dat is dan goed, want de meeste van die mensen zullen het dan ook wel halen. Maar niet allemaal natuurlijk. Het grote probleem is, en dat is wat iedereen wil vermijden, is die Italiaanse toestanden. Mm-hmm. Die wil je echt niet. Want dan gaan er keuzes moeten gemaakt worden in Italië. Ja, daar moeten nu keuzes gemaakt worden waar men zegt van, ja, boven de 60 proberen we het niet meer. Wat een moeilijke ethische keuzes dat zijn. Die keuzes maken, dat is bijzonder, bijzonder moeilijk. Ja. Daar wil je eigenlijk liever niet aan beginnen. Het is die geweldige piek vermijden, hè, qua aantal besmettingen, zodat ons systeem het aan kan. Zitten we op dat vlak? Heeft u indicaties om te zeggen dat we op de goede weg zitten wat dat betreft? Dit gaan we pas weten wanneer we de huidige maatregelen dezelfde laten. Hè. Dan gaan we dat pas weten binnen een dikke week. Want die maatregelen die hebben natuurlijk geen onmiddellijk effect. Ja, de infecties die er gisteren of eergisteren begonnen zijn, ja, die moeten hun verloop hebben. En dat duurt een tijdje voordat je weet, ja, gaan die ziek worden, niet ziek worden, gaan die in het ziekenhuis komen. Dus dat duurt een tijd voordat je weet. Dat is bijzonder akelig. Mm-hmm. Dus, want ja, een week is nog lang. Ja. Ja, een week geleden dan waren we niet, dan hadden we nog geen enkele Italiaanse maatregel. Cijfers, want Italië zit nu al een tijdje in extreme lockdown. En elke dag verwachten we van in Italië gaat het nu beginnen dalen, zoals het in China ooit gedaan heeft. Maar die doen het niet hoe... Nog niet. Nog niet. Ja, dus daarom zou het eerstdaags moeten beginnen. Wel, dat hoop ik met u. Okay. Ja, en elke dag is het kijken naar die cijfers en dan hopen dat er toch... We spreken al niet over een daling, maar een minder grote stijging gaat zijn, zodanig dat je een daling daarna kan verwachten. Eén elementje uit die besmettingscijfers, want daar moeten we mee opletten. We zien bijvoorbeeld, ik denk dat het vandaag was, 172 nieuwe besmettingen. Gisteren 197. Zaterdag waren het er ook iets minder dan vrijdag. Dit is de grafiek van die. Daar mogen we niks uit afleiden. Want je zou kunnen zeggen, oké, normaal verwacht je telkens een verdubbeling van het aantal nieuwe besmettingen. Nee, zo werkt dat echt niet. Nee. Eigenlijk de opvolging nu, deze grafiek zou je moeten vergeten. Dat is heel interessant in het begin. Ja? Dus dat is de totaal, de oranje lijn is daar de totaalcijfers. Je kan die opvolgen, maar heel, heel goed zijn die niet meer, omdat niet iedereen wordt getest. Dat kan niet meer. Het aantal hospitalisaties en spijtig genoeg het aantal doden, dat zijn nu de parameters die je moet volgen. Okay. We gaan dit blijven doen en we blijven testen. Ja. Ja, maar die andere cijfers zijn veel meer informatief. Die cijfers, daar mogen we echt niet meer naar kijken. Er wordt te weinig getest, omdat er te weinig... Nou, niet zozeer enkel dat. Alle stalen die binnenkomen kunnen we ook wel doen. Uh-huh. Maar men gaat ook niet de moeite doen om bij iedereen te gaan testen. De meeste gevallen die nu zwaar ziek worden, die hebben dat. Uh-huh. Ja. En dat gaat nog veel groter worden wanneer we naar de piek van die epidemie toewerken. Dus je moet er gewoon rekening mee houden als nu iemand heel zwaar ziek met een respiratoire infectie bij een arts passeert. De griep is bijna weg of volledig weg. Dit is COVID-19. Goed, de mondmaskers. Belangrijke discussie geweest. Daar komen we ook een beetje in uw sector terecht. Meneer Koek, ik wil eerst even een quote laten zien van een collega van u. Hoe lang kunnen jullie nog voort? Wel, dat gaat over enkele dagen. Wat als die maskers op zijn? Ja, daar durf ik geen voorspelling over maken. Maar ik denk niet dat de zorgverleners bereid zullen zijn om onbeschermd zich in het front te gaan begeven. Ja, en om er een van die zorgverleners bij te halen, dat was een jonge dokter die getweet heeft. Kijk, alsjeblieft willen jullie de raad van dokter Van Ranst opvolgen. Want dit is mijn allerlaatste masker dat ik op dit ogenblik ter beschikking heb. Hoe ver staan we daar nu mee? Want er komen leveringen aan, maar het is nogal een gedoe geweest. Daarom dat ik gisteren opgeroepen heb, en ik wil dat nu ook doen. Hè. Wanneer er maskertjes gekocht zijn bij de apothekers in de voorbije weken, breng die binnen. Bij het plaatselijk ziekenhuis. Maakt eigenlijk niet uit waar, ze hebben er allemaal nodig. Die mensen gaan dat veel harder nodig hebben dan gelijk welke burger. Ja. Het is zinloos om die ergens op een schap te laten staan. Die moeten nu
naar gewoon de balie van de ziekenhuizen gaan. En elk maskertje gaat daar helpen. Want het horrorscenario is inderdaad dat je mensen zonder bescherming bij die patiënten moet gaan laten om die te verzorgen. En pas op, hè, ze gaan dat nog doen ook. Hè. Ik geloof niet dat men gaat zeggen, ja, dan, als wij geen masker hebben, dan doen wij niks. Zo zijn verpleegkundigen en artsen absoluut niet. Mm-hmm. Wanneer wij geneeskunde zijn beginnen te studeren, of verpleegkunde, dan was het voor in goede en kwade dagen. En de kwade dagen komen er nu aan. En dat is ook... Heeft u enig idee per dag ongeveer hoeveel België er nodig heeft? Zodanig dat we kunnen duiding hebben als je er 500.000 vindt. Is dat dan voor een week? Is dat voor een dag? Is dat voor... Wel, iedereen is er nu al bijzonder spaarzaam mee. Dus dat verbruik is al naar beneden. Dat is bijzonder spijtig. Hè? Want goede manieren die we hebben opgebouwd voor elke patiënt, masker verwisselen, dat heeft bijzonder veel moeite gekost om dat erin te krijgen bij het korps. Ja. Dat zit er nu in. En nu moeten we dat allemaal gaan afleren. Dat is een enorm trauma. Ja. En toch gaan we dat moeten doen. Nee, dat verbruik is bijzonder groot. U heeft er ook gevonden, want u gaat er ook enkele schenken, heb ik begrepen. Enfin, enkele duizenden, ik weet niet hoeveel het er precies waren. Ik heb er uiteindelijk 20.000 kunnen op de kop tikken. Maar ik merkte internationaal dat de situatie overal chaotisch is. Hè. Er is dus een gevecht tussen de verschillende landen. Ook niet altijd op dezelfde correcte manier. Dus nee, het spreekt niet alleen dat er chakra's tussen zitten enzovoort. Maar ook landen die export... gewoon verhinderen, hè? Die ze confisceren, een aantal van de Zuiderse landen. Dus ja, een van ons bedrijven had nu 200.000 stuks die quasi zeker, moet met twee woorden spreken, eerstdaags geleverd worden. En ik heb gans het Belgisch systeem met de aanbesteding enzovoort, daar verlies je nu mee. Dus ik heb er gewoon zelf onmiddellijk 20.000 gekocht. Dat was het maximum dat ik kon kopen zodanig... Ik heb daar straks aan meneer Verhanst gevraagd hoe ik die beste aan een of ander ziekenhuis kan schenken. Maar we moeten er allemaal samen door. Maar we moeten beseffen dat in de andere landen zit hetzelfde. En we gaan echt, we komen straks toe, een heel sterke overheid ook nodig hebben om dat allemaal te kunnen doen. Ik dacht net te vragen, heeft de overheid daar het toch een beetje laten afweten, meneer Van Ranst? Want als je het nu ziet, een beroep doen op mensen als meneer Koeken, vrijgevige mensen in China, opgelicht met een aanbesteding. Enfin, wat is dat allemaal? De koning heeft hier nog voor 500.000 maskers gezorgd. Ja. Ja, bon, allemaal mooi meegenomen. Een strategische voorraad of een strategische stok had hier heel, heel handig geweest. Maar pas op, die had ook vlug op geweest. Ja. Dit is gewoon een mondiaal probleem. Je kan nu wel maskers bestellen. Als je het geluk hebt van niet bij een chagraar terecht te komen, dan zullen die nog wel ergens geleverd worden. Dan moet je dan nog hopen dat die daar de grens over kunnen geraken. Mm-hmm. Dat is nog weer iets totaal anders. Het is gewoon moeilijk. Maar zou een beetje lange termijnvisie op dat vlak handig zijn? Wel, ik heb er geen enkele twijfel over. Ja, dat wanneer deze markt terug stabiliseert, dat een strategische stok heel vlug zal aangekocht worden. Ja. U bent dit nu aan het volgen sinds januari, hè? Denk ik, ja. Toen gedacht dat dit zo zou kunnen ontaarden? Wanneer ik keek naar Wuhan en wat daar gebeurde, dan moet je zeggen ja. Waarom zouden wij ooit gedacht hebben dat dat virus ons op een of andere magische manier zou sparen? Mm-hmm. Dat wij anders zouden zijn dan die Chinezen daar? Daar is daar geen verschil. Dat virus dat herkent dat niet, wie dat infecteert. Nee. De kerstboom staat nog altijd bij u thuis. Die heeft u nog niet die staat daar nog altijd, om hem weg te doen. Maar u heeft wel een auto van de rector van de KU Leuven, een auto met chauffeur gekregen. Hoe vriendelijk is dat, hè? Ja, dan kan u af en toe 5 minuten slapen op de achterbank. Dat heb ik ook al gedaan. Ja, goed. Maar het gaat nog altijd. Want dat vraag ik nu toch, dat vraag ik nu toch elke keer. Ja. Zullen we eens naar de politieke kant kijken van dit verhaal? Want dat is er ook en nog geen klein beetje. En het gaat over meer dan alleen maar mondmaskers. Het is ook redelijk ingewikkeld. Wat had u gedacht? De regering van Sophie Wilmès die mag dus een doorstart nemen. We zitten dus niet meer in lopende zaken. Enfin, dat dachten we toch. Ze krijgt dus namelijk de steun van het parlement in de vorm van volmachten. Waardoor ze veel meer kan doen en beslissen. Tenminste, als het over corona gaat. Nu, het zag er afgelopen weekend even anders uit. Het zag er even naar uit dat corona zelfs PS en N-VA terug samen zou brengen. Maar daar is dan blijkbaar toch nog een steviger virus voor nodig. De sfeer zit goed, ook op zaterdag. N-VA-voorzitter De Wever wil zelfs premier worden en roept in enkele interviews op om snel van start te gaan met een noodregering.
We gaan naar een crisis, we zitten in een crisis. Ik denk dat de bevolking dit ook verwacht. Het is een beetje zoals in een oorlog. Dan moet je je meningsverschillen opzij zetten tot de vijand verslagen is. En quand je vois certains qui disent ah non, je veux moi être premier ministre, je trouve ça tout à fait cynique et indécent. Monsieur de Wever essaye d'utiliser la crise politique, une crise sanitaire, pour essayer de renforcer son pouvoir. Je trouve ça proprement scandaleux. Ik wil die eventueel leiden, maar ik heb dat nooit opgeëist. Dat is echt schandelijk hoor, dat men dat verteld heeft. La priorité n'est pas de former un gouvernement. Le Parti Socialiste ne veut pas que l'on nomme de nouveaux ministres dans les prochains jours. Ce serait totalement irresponsable. Il faut soutenir la première ministre, Madame Wilmès, qui fait son travail de manière extrêmement professionnelle et que nous soutenons, et l'ensemble des membres de ce gouvernement. En daar was een principesakkoord. We hebben daar een elleboog op geshaked in coronatijd, dat we dat gingen doen. Ja, wat er daarna binnen de PS gebeurd is, dat weet ik niet. Maar Paul Magnet heeft dat blijkbaar niet aangedurfd of niet aangekund intern. En dan is dat helemaal beginnen kapsijzen. De versies van de feiten lopen heel erg uit elkaar, professor De Vos. Daar gaan we straks zeker nog op terugkomen. Ik wil eerst eens naar uw column verwijzen die u vandaag nog een beetje heeft aangepast. Ik ga er een paar dingen uithalen. Wilmès II is bedrog. Dit is verraad dat lang zal nazinderen. Wat een zot en uitgeleefd land. Er is danig wat afgelogen, gisteren en vandaag. Ja, we hebben daar net een voorbeeld van gezien trouwens, van dat liegen. Vertel. Wel, als ik Paul Magnet hoor zeggen dat hij Wilmès verdedigt en dat hij geen vragende partij was om een regering te vormen, dan is dat toch een eigen interpretatie van de feiten. Vorige week donderdag was hij zelf, Paul Magnet, de man die contact opnam met de top van de SPA, die een heel belangrijke constructieve rol heeft gespeeld de voorbije dagen, John Crombie en Con Rousseau. Met de boodschap, er moet een nieuwe regering komen. De crisis ontspoort, het wordt zeer, zeer erg. We hebben het straks nog over. We hebben een nieuwe regering nodig, met een andere samenstelling, met een andere eerste minister. Kan je dat aan N-VA laten weten, zodat we samen kunnen zitten rond de tafel om die regering uit te werken? Dat vraagt Paul Magnet. Ja. Oké. Okay. En dus als je dan ziet wat men er dan een paar dagen later van maakt en zegt van ja, kijk, dat is allemaal niet nodig, die ministerwissel. En er hoeft helemaal geen andere regering te komen. De huidige regering kan dat gewoon verder blijven doen. Dan zeg ik ja, dat is een loopje nemen met de feiten. En wat is, de waarheid. Wat is er dan volgens uw bronnen gebeurd? Wel, wat er gebeurt is eigenlijk zeer eenvoudig. En het is niet voor het eerst dat het zo gelopen is. Op het moment dat er onderhandeld wordt tussen N-VA, PS en SPA, CD&V was op de hoogte, loopt dat allemaal wel goed. Van zodra dat MR mee in het spel betrokken wordt, loopt het fout. Omdat Boussy had onmiddellijk door dat die reshuffle ervoor zou zorgen dat hij heel wat van zijn mandaten zou verliezen. Dus hij deed al moeilijk. Binnen de PS was er eerst een akkoord, ook van Elodie Roep en een aantal toppers, om die operatie in gang te steken. Maar gaandeweg groeide binnen de partij, niet alleen bij de Brusselse afdeling, maar ook bij het FCTB, een weerstand tegen een regering met de N-VA. En als je dan die twee samenbrengt, MR die lastig begint te doen, Paul Magnet die niet het lef heeft om dan door te duwen, en dus de interne twijfel bij de Partij Socialist, ja, dan vinden die elkaar. Dat zijn eigenlijk twee vijanden, dat zijn twee heel erge tegenstrever, die PS en die MR. Maar ze weten, als wij hier elkaar beginnen bekampen, gaan we samen ten onder. Dus we vinden elkaar in het gezamenlijk verzet tegen een externe vijand. Dat is dan vaak de N-VA. Maar wat u nu zegt, dat is toch een beetje het beeld schetsen dat Paul Magnet ook wat aan de leiband loopt van Georges-Louis Boucher? Niet aan de leiband, maar van zodra dat Boucher erbij kwam, ja, dan wordt het allemaal moeilijker. Er is een zeer raar en zeer gespannen relatie tussen twee provinciegenoten. Ze delen dezelfde kieskring, Magnet en Boucher. En van zodra dat Boucher mee aan tafel kwam, dan, ja, en hij zag dat Magnet eigenlijk de leiding wou nemen van die operatie. Hè. Magnet zei, mag ik dan eventueel formateur worden? Kan ik eventueel die operatie trekken? Dan zag Boucher dat, oei nee, dan zou mijn grote concurrent misschien wel eens de redder van het vaderland kunnen worden. En dan is het eigenlijk helemaal in de soep gedraaid. Hè. Dan zijn ook de Groenen erbij betrokken. En dan is, dan is het van donderdagavond, donderdag tot zondagochtend in die paar dagen is er heel veel lelijks gebeurd. Is de afspraak die met een elleboog bezegeld werd tussen PS, N-VA, SPA om eigenlijk die operatie door te voeren, is die dan verbroken door live op televisie zondagochtend in Franstalige programma's net het tegenovergestelde te gaan vertellen. Dus vandaar dat ik zeg, als men nu voorstelt dat de regering Wilmès II, als die er komt, dat de regering van nationale eenheid zou zijn. Maar dat is zo'n groteske leugen. Ik bedoel, wat eronder zit, is een enorme tegenstelling, is een enorme verdeeldheid die men nu in coronatijd, ik begrijp het wel, als ik politicus zou zijn, zou ik het misschien net hetzelfde doen, dat men dat nu verkoopt. Dat zijn de uiting van een grote eensgezindheid. Dat is dat
dat zie ik ook wel al die andere partijvoorzitters doen. Ja, ook Bart De Wever na, die dan, als ik u goed begrijp, gelijk heeft. Bart De Wever gelijk heeft, dat gaat er niet om wie gelijk heeft. U zegt ze liegen en dat is ook wat hij zegt. Ja, heeft ook op een bepaald moment fouten gemaakt. Hij heeft de forsing willen voeren door op televisie te zeggen dat hij kandidaat premier was, terwijl hij dat eigenlijk niet was. En iedereen wist rond de tafel dat dat niet hoorde. Dat hij dat niet echt meende, maar dat was de PS-achterban opgejaagd, omdat De Wever zei, ik ga die regering leiden. Dus dat heeft op dat moment ook niet geholpen. Dus dat druk zetten werkte niet goed. Maar het is wat enorm irriteert, is dat men... Ik begrijp het in deze context, dat men eigenlijk daar die hele setting, als je dat bekijkt, dat men daar de boel heeft verknoeid. En dat er dan een constructie wordt opgezet die niemand verstaat. Niemand, hè? Dus ook zij zelf niet, ook Wilmes niet. Mm-hmm. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat moet er nu precies gebeuren? Ik dacht het net aan u te vragen. Want wat is ik hoor ze... Wel, eigenlijk is het meneer De Waal of iemand anders die het bedacht is, het is wel slim als je mevrouw Wilmes naar de koning stuurt. En je zegt aan de koning, dat wordt een nieuwe formateur. En die dame verlaat het paleis en ze is formateur. Wat doet een formateur? Die formeert. Een regering. Ja. Wat doet een nieuwe regering? Die vraagt in het parlement het vertrouwen. Dus dat is de logica der dingen. Terwijl daar nu over gediscussieerd wordt, dat wel degelijk de gang van zaken zou moeten zijn. Ja, wel, als je natuurlijk zegt, kijk, we geven die regering het vertrouwen, dan doe je dat niet voor een beperkte duur. Dan zeg je niet alleen maar voor corona. Dat kan niet. Op het moment dat je de regering het vertrouwen geeft, dan is ze vertrokken, dan is ze weg. Dan is ze niet alleen weg voor corona, maar dan is ze vertrokken voor die andere elementen, voor die andere bevoegdheden. Je kan wel volmachten in de tijd beperken. Je kan zeggen, je krijgt volmachten voor 3 of voor 6 maanden en dan is het voorbij. Het vertrouwen geef je en dan is die regering in functie. Het is niet zo evident. Het wordt dan een minderheidskabinet. Het is een regering die functioneert, maar die natuurlijk geen meerderheid in het parlement. Het is een minderheidskabinet, maar die wel vol kan functioneren, die het vertrouwen heeft gekregen. Als het over corona gaat. Als het over corona gaat, en dan is de vraag, hoe zit dat met die niet-corona-bevoegdheden? Hè? Wat moet er daar dan mee gebeuren? Hè? Dat is een regering die het vertrouwen heeft gekregen. Die heeft geen parlementaire meerderheid, maar ze kan wel negociëren met verschillende fracties. Wat bedoelt u daarmee dat ook over de andere thema's zou eventueel... Er zijn een aantal processen in gang gezet en als het uiteindelijk leidt tot een volwaardige regering met een parlementaire meerderheid die aan de slag kan gaan, wat nu ook de kleur of samenstelling ook mogen zijn, fantastisch, prima, doe maar. Maar dit is niet de manier om het te doen. Het is veel te sluiks en vals. Dus wat men probeert te doen is voor een stuk de vivaldisering van lopende zaken. Het is een soort van fuik die men heeft opgezet. Wilmes naar de koning, formateur moet formeren, dus een regering, dus een vertrouwensstemming. Mm-hmm. Die krijg je niet zomaar weg, die regering. Hè. Die moet dat eigenlijk voor een groot stuk al zelf vullen. In de loop der maanden, want we zijn voor 6 maanden vertrokken, dus we zijn na de zomer, dus we zijn september, en dan staat er een nieuwe federale beleidsverklaring, de tweede dinsdag van oktober, op de menu. Dan zal die premier hoogstwaarschijnlijk parlementaire steun zoeken om daar een volwaardig programma te presenteren, want laat ons dan hopen dat het ergste van corona voorbij is. Ja, wie is er dan nog aan boord? Men is eigenlijk bezig met daar een soort van Vivaldi-netwerk rond te bouwen. En dat gebeurt op een beetje sluwe manier, en dat is... U zegt wat ze nu doen is eigenlijk wel degelijk, wat Kathleen daarnet ook vroeg aan meneer De Waal in ter zake, is dit eigenlijk niet de manier om richting Vivaldi te schuiven na het hele corona gebeuren? Dat is wat men nu doet wel, ja. Ja. En het dubbel is nu, en daar heeft meneer De Waal wel gelijk in, als je volmachten wil, dan moet je dan geef je best, los van de vraag of dat volgens grondwetsspecialisten moet of niet, dan geef je best een vertrouwen aan de regering. Waarom is dat? Een regering in lopende zaken verzwakt eigenlijk het parlement, want het ultieme instrument dat een parlement geeft, namelijk we sturen een regering naar huis, we nemen haar het vertrouwen weg, heeft een parlement niet in lopende zaken, want die regering heeft het vertrouwen niet gekregen. Dus op dit moment heeft het parlement al niet alle controlebevoegdheden over de regering. Als je diezelfde regering nog eens volmachten geeft, dan ontneem je bij wijze van spreken 2 keer die Kamer haar macht ten opzichte van de regering. En dat gaat wel zeer ver. Dus als je echt van plan bent om volmachten te geven, dan is het denk ik vanuit democratisch oogpunt interessant om die regering het vertrouwen te geven, zodat je dan achteraf ook weer kunt ontnemen. Maar dan zit je natuurlijk met een ander scenario. Vandaar dat alles aan elkaar gekoppeld is. Je zou ook kunnen zeggen dat deze regering in lopende zaken verder kan functioneren, eventueel zonder volmachten. Maar goed, dan is een praktisch probleem. Wat doen we als de Kamer niet kan samenkomen? Wat denkt u als u dat allemaal hoort? Ja, ik denk hetzelfde als iedereen, dat het heel pijnlijk is. Want
Het virus heeft op medisch gebied, stel ons voor, uitdagingen die er nog nooit geweest zijn. En waar dan ook continu, denk ik, met heel goede mensen daar rond de juiste maatregelen genomen. En zo goed mogelijk. Economisch is het net hetzelfde. En op alle gebieden gaat dat betekenen dat we echt een sterke overheid nodig hebben. Zonder er komen dramatische tijden af op alle mogelijke gebieden. En we geraken daar maar samen door als we wat solidair zijn. Maar als u dit hoort... We hebben een sterke overheid nodig. Want ja, u kan dat zeggen, maar als ik dit allemaal hoor en ik zie tegelijkertijd alle partijvoorzitters, of bijna allemaal, op Bart de Wever na en de mensen van PvdA en Vlaams Belang die er niet bij betrokken zijn, vol enthousiasme dat verhaal verkondigen. Maar zo enthousiast zijn ze niet allemaal. Alleen voor de camera's? Ja, bij SPA, bij CD&V, ook bij Open VLD hoor je daar een grote twijfel. En waarom zeggen ze dat dan niet? Ja, omdat in deze tijden die mensen niet anders kunnen doen dan enthousiast zijn daarover. Wel, daar is wel... Mij kan het in feite momenteel geen sikkepit schelen welke partij in die regering zit. Als er maar een regering zit met voldoende sterke mensen op de juiste bevoegdheden. Dat was de bedoeling, hè? En dus mogen we... Allee, de politieke spelletjes die erachter zitten... Op een bepaald moment gaan we echt wel moeten zeggen... Daar moeten we het mee doen. Want we staan voor uitdagingen waarbij dat... Het begrip corona-zaken zal zeer ruim zijn. Dat heb ik fijnter zaken. Heel interessante interventie van meneer De Waal over volmachten en corona. Corona, dat is niet alleen wat meneer Van Ranst de hele dagen doet, namelijk het bestrijden van het medisch probleem corona. Dat heeft ook een heel belangrijk sociaal-economische component, een budgettaire component. Als je dat allemaal onder corona steekt en je brengt dat bij volmachten aan een regering met 38 zetels in het parlement, dat gaat wel zeer ver. Hè? Want dan, het zijn zeer fundamentele beslissingen die daar genomen worden. Dan kom ik nog eens even terug bij wat Bart De Wever zei. Dan heeft hij wel gelijk als hij zegt, ik wil eerst wel eens zien waar dat over gaat allemaal. Voilà, absoluut. En dat is ook begrijpelijk. Als je regering op een bepaald moment... Wees de minderheidsregering. Vooral als de minderheidsregering is zoveel macht geeft, dan wil je toch wel eens weten waarvoor die macht zal gebruikt worden. Want allee, het is natuurlijk nu een zeer belangrijke acute crisis. Die moet goed gemanaged worden. Daar zijn mensen mee bezig. Maar er komt een enorme sociaal-economische fallout. Er zijn mensen die zeggen, dit is een bankencrisis. Dat is de omvang van een bankencrisis. Ik bedoel, we staan er ook veel slechter voor dan destijds. We hebben een staatsschuld van boven de 100%. We hebben een begrotingstekort van misschien 15 miljard, 3% BBP. Dus er is geen marge. We gaan diepe moeten graven om dat te compenseren. Wie zal dat managen? Wie zal dat besturen? Want vergis je niet, al wat we hier nu doen voor corona, dat moet gebeuren, maar we waren het erover eens dat er rond pensioenen, investeringen bij de overheid, mobiliteit, klimaat, noem maar op, heel veel investeringen moesten nog gebeuren. Dus wie gaat dat allemaal matchen en runnen? Moeten we daar nu echt nog 6 maanden mee wachten vooraleer daarmee te beginnen? Er moet nu een groot sociaal-economisch crisisplan gemaakt worden. En kan je dat doen met een regering in lopende zaken? Of een regering Wilmes II, die eigenlijk geen voldoende draagvlak heeft in het parlement? De vraag stellen is te beantwoorden. Het is nog niet aan het einde van het verhaal, als ik u goed begrijp. Nee, helaas niet. En dat economische aspect dat gaan we met u bespreken. We gaan eerst eens kijken naar wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. Put your hand on that telephone.
Don't Stand So Close To Me van de Police komt nog eens van pas, dat nummer. Het is tijd voor de influencer aan tafel. Ik heb het daar straks gezegd, Mark Koeken. Het gebeurt niet vaak dat u zelf een bericht stuurt met de boodschap. Ik ben er ter uw beschikking. Nadat ik het maanden afgewezen had. Ja, goed, maar alle begrip. Hoe is het? Want u heeft dan ook een tweet, zaterdag denk ik, de wereld ingestuurd. Waarbij u zegt, op vraag van de FOD Volksgezondheid zal ik hier meewerken om de officiële informatie over corona te verspreiden. Hoe zijn ze bij u terechtgekomen eigenlijk? Wel, ik denk dat vanuit het kabinet is dat ze een werkgroep opgesteld hebben. En zoals ik zie, want we hebben zo ons eigen Facebookgroepje. Ik denk dat we met een twintigtal zijn. En wij proberen niet eigen meningen te vormen, maar wij proberen de officiële meningen echt te verspreiden. En we proberen daar zoveel mogelijk mensen met wat credibiliteit te hebben. Ik spreek niet over mezelf, voor alle duidelijkheid, maar zeer algemeen zie ik dat ze het echt wel zo doen om te proberen al doelgroepen te bereiken. En ik ben er dan enorm aan van verschoten, hè. Dat is zaterdag begonnen. Ik was al echt wel een voorbeeld in, probeerde ik te zijn, in hoe met het virus om te gaan en al de mensen rondom mij van zijn tijd de zaag te zijn van let op enzovoort. Thuis of binnen maar het bedrijf ook? Thuis in het bedrijf, naar de kinderen toe, naar de vriendinnen van de kinderen, alles. Hè. Van let op, nu moeten we het stoppen en nu moeten we discipline hebben. En daar ben ik er zaterdag zo van verschoten naar hoeveel mensen dat nog continu nodig is. En er is op twee dagen op welke manier? Op welke manier merkt u dat? Oudere mensen die boodschappen gaan doen, die niet weten als ze terugkomen van die boodschappen van ons met uw handen op dat moment. Ah, moet dat dan? Ja, want dat winkelkarke. Ach ja. Zo heel wat verschillende elementen. Ik werd uitgenodigd voor vandaag. En ik zei onmiddellijk, oké, ik wil komen, maar ik wil niet geschminkt worden. Dus als ik er wat bleek uitzie, dan was van, ja, maar de schminkster gaat een mondmasker dragen. Ik zei, nee, stuur dan alsjeblieft die mondmaskers naar de ziekenhuis. En zo, als we elk, want dat gaat hier niet rond mij, dat zijn maar voor. Maar in feite zouden we alle 11 miljoen moeten influencer zijn. En als we allemaal echt dat begrip doen, dan denk ik dat de effecten die het kan hebben op het gebied van volksgezondheid, want dat is basis nummer 1, hè, alsjeblieft. Hè, we willen niet dat er een hele generatie verloren gaat op geen enkel gebied. Dan kan deze schade qua volksgezondheid beperkt worden. En het effect is dan ook, economisch zal het dan vermoedelijk ook wat meer meevallen. Maar in feite is dat op vandaag bijzaak. Economisch denk dat er weinig mensen zo diep in zitten als ik. Ik heb ongeveer alles wat je vandaag niet mocht hebben. Hè, van de voetbalploeg, een dierentuin, 3 hotels, 11 restaurants, 7 skipjes. Een biotechbedrijf in volle investeringsfase. Dus het is overal ramp. Maar we moeten er samen door. We moeten daar samen door. En laat ons die solidariteit zeker niet verliezen. Ik wil eerst inderdaad even over die burgers in praten en toch heel even terug nog naar vrijdag. Hè? Want dan vonden sommigen het inderdaad nodig om nog even een feestje te gaan organiseren. We hebben beelden gezien in Antwerpen onder meer, met dan nog een vrolijke quote erbij. Ja, nog even genieten en dan 3 weken thuis feesten zeker. Is dat waar ze u in de eerste plaats voor gevraagd hebben, om duidelijk te maken dat dat onverantwoord is? Inderdaad wel. Ze hebben donderdag beslist van die maatregel te doen vanaf vrijdag middernacht. Van zodra ik dat hoorde, dacht ik van, help, dit wordt een probleem. Vooral naar de jonge generatie. En nogmaals, wat we zeker niet mogen doen nu, is zitten zwarte pieten. Elke generatie heeft zijn leefwereld, heeft zijn beslissingsmomenten en zo. Of zijn bewustzijnsmomenten. Maar vrijdag, ja, ik begon dat dan plots te merken. Hè. Rondom mij hoorde ik overal, niet fysisch hoor, want ik ben al een tijdje fysisch volledig afgesloten. Behalve het gezin. Maar hoorde ik overal van, we gaan nog een keer iets gaan drinken. En die spreken met elkaar af. Dan zie je de social media van de dochters die volstaan met mensen die met elkaar afspreken, zeggen, oh, dit wordt een ramp. Ja, niet alleen de social media van de dochters, want dat is ook soms wel frappant om vast te stellen. De foto's heeft er zich intussen ook voor geëxcuseerd. Hè. We zijn al in Rutte met Georges-Louis Boucher. Dat sluipt er dan toch eens tussen, meneer Van Ranstorff? Want dat zijn natuurlijk signalen die slecht vallen bij veel mensen. Dat is natuurlijk niet slim.
Maar ja, dat gebeurt. Hè. Dat is moeilijk om zulke dingen af te leren. Mm. Ja. Ja, goed. Maar maak zijn foutjes, hoor. Ik kom nog aan mijn gezicht, bijvoorbeeld. Ik kan dat niet af. Goed, maar die lockdown parties, als je... Je komt elke dag meerdere keren op televisie. Dat wordt allemaal gezegd. Oké, okay, hoe komt dat? Ah, maar wij denken dat iedereen hier naar kijkt. Dat is niet zo. Er zijn hele leeftijdscategorieën, sorry, hè, die gewoon niet kijken, hè, naar deze dingen. Die god niet weten wat een coronavirus is. Die mensen die zijn er. Hè. Wij denken dat die allemaal geïnformeerd zijn. Maar dat is absoluut niet dus waar. Dus blij met Mark ook. Absoluut wel. Ik ga je een voorbeeld geven. We hebben daar straks besproken, dat we, want er zijn doelgroepen die we nog steeds niet bereiken. Mm-hmm. Hè. We hebben daar straks afgesproken dat we gaan proberen dat Vincent Kompany morgen een filmpje opneemt en dat verspreidt tussen al zijn volgers. Dat gaat weer een handzaam doelgroep zijn. Dus ik denk met die groep influencers dat in feite de hoofdbedoeling is dat wat vrijdag gebeurt, is dat dat niet meer gebeurt. Als er nog maatregelen moeten genomen worden, en het kan nog van alles zijn, maar dat we echt wel alle mensen of zoveel mogelijk mensen bereiken die moeten bereikt worden en zo vaak mogelijk en met de juiste boodschap. Ook om dat fake news eruit te houden enzovoort. En ja, we kunnen ons daar maar allemaal... Dat is het allerminste dat we kunnen doen nu. Hè. Dat is een interessante piste. Ook belangrijk om die verschillende doelgroepen aan te spreken dan wellicht. Hè. Als Vincent Kompany, dat bereikt dan inderdaad waarschijnlijk weer een heel ander publiek. Dat klopt. De artiesten die op Tomorrowland gingen optreden, die willen ook hun steentje bijdragen. Mm-hmm. Dus je voelt wel een heleboel positieve energie. En die hebben allemaal hun eigen doelgroep. En dat is belangrijk om die boodschappen te kunnen blijven brengen. Is er een positieve evolutie? Merkt u dat toch een beetje, ondanks de feestjes die er... Heel veel dingen. Ja, bijvoorbeeld die dametjes die nu mondmaskers willen naaien allemaal. Ja, hoe mooi is dat? Mm-hmm. Ja. En pas op, een mondmasker, het zullen geen professionele mondmaskers zijn, een Mickey Mouse erop, maar zo'n mondmasker is 100% beter dan geen mondmasker. Ja. Ja, daar gaat iedereen het over eens zijn. Sommige mensen gaan daarmee lachen, ja, daar ben ik zeker van. Maar ze zijn verkeerd. Ja, als we geen mondmaskers hebben als overheid, dan moet je zulke dingen gaan doen, à la guerre, comme à la guerre. En pas op, dat zijn geen professionele dingen, maar er is goodwill. En die mensen die zijn betrokken en die voelen zich mee betrokken in die strijd. En dat is wat we nodig hebben, overal, tous ensemble. Maar om dat vast te houden en te verbeteren, heb je ook een sterke overheid nodig, die zich ook voorbeeldig gedraagt en die doet wat ze aan haar burgers vraagt, namelijk neem verantwoordelijkheid en toon burgers in. De legitimiteit, geloofwaardigheid waarmee je als politicus dat kan vragen van je bevolking, wordt natuurlijk zeer klein als je ziet hoe zij zelf de voorbije dagen daar toch niet meteen blijk van gaven. Hè. Dus ik vind dat heel positief wat er lockdownparties is, dat is één deel, maar er zijn heel veel andere mensen. En vandaar dat ik het zo storend vind dat aan de ene kant die bevolking toch haar best doet, aan de andere kant, enfin, die politici ook, maar toch in hun gedrag niet meteen het goede voorbeeld zetten. De economische kant van het verhaal. Want als je sommige dingen... Ik lees bijvoorbeeld sommige economen die zeggen, kijk, als we het pad van China volgen, dan zitten we in plaats van een groei van 1% met een recessie, een afname van 0,8. Dat scheelt 1,8% van het... Het gaat veel meer zijn. Oei. Het gaat veel meer zijn, want dat gaat al... Die 1,8% van het bbp dat corona dan zou veroorzaken, maar dat gaat al over ook... 8,8 miljard. Ja, over hoeveel spreken we dan volgens u? Laten we daar ook voortschrijdend inzicht doen. Je voelt dat toch, Hans, daar? Bedoel, de economie ligt voor een groot stuk plat. Dus de discussie is op vandaag totaal niet meer recessie of geen recessie. De discussie op vandaag is recessie of depressie. We moeten echt vermijden dat naar depressie gaat. Wat is het verschil juist? Wel, het verschil is, een recessie is, oké, de economie gaat 2 kwartalen en een stuk achteruit en herpakt nadien snel. Dat is de V, ofwel traag, dat is de U. Een depressie is van, nee, het blijft achteruit gaan, want het is zo erg dat er niemand niet meer uitgeeft. En ene keer dat de maatregelen versoepeld worden, dat iedereen toch in zijn kont blijft. Hè? Ene keer dat ze er weer uit mogen. Okay. Je moet er niet van verschieten als we uiteindelijk de impact van wat nu gebeurt, als dat ergens tussen 10% en 20% groei is. Absoluut. Dit is mogelijk. Ik ben geen econoom, voor alle duidelijkheid. Maar ik lees er heel veel over. Ik probeer ook... Voor alle duidelijkheid. Wat betekent dat, die 10-20% van wat? Ik zou... Dat het zou kunnen zijn dat de totale impact op wat in de wereld geproduceerd wordt, dat 10-20% zou kunnen zijn. En ik zie geen redenen waarom dat België daar niet zou aan beantwoorden. Want wat ik net zeg, dus 1,8% van het bbp verschil door corona, minder groei,
dat zou gaan over een kleine 9 miljard. Maar zegt u daar dan van, nee, dat zal veel en veel meer zijn? Nee, maar je voelt dat toch. En het is daarom dat ik ook zeg van alsjeblieft, we hebben een heel sterke overheid nodig met enorme solidariteit. Want we gaan nu spreken over bedrijven, over zelfstandigen enzovoort. Maar de onderkant, de mensen die gewoon dagelijks het nu al moeilijk hebben, moeten we voorop letten dat zij niet de allereerste slachtoffers worden. Hè. Laat ons denken aan Amerika, goeie 10 jaar geleden. Wat is daar een van de grote zaken geweest? Mensen konden een afbetaling van hun huisje of huis niet meer betalen. En de bank ging ermee gaan lopen. En daar zijn... Oké, Amerika is er doorgeraakt. Mm-hmm. Maar er zijn duizenden families uiteengerukt en in problemen gekomen dat nooit meer goed komt. Dus we hebben nu een overheid nodig. Ik durf niet zeggen op vandaag... En nogmaals, ik spreek echt niet over mijn bedrijven, want mm-hmm. we hebben daar gelukkig wel een beetje... Die staat redelijk sterk. We hebben daar wat buffer. Maar ik durf niet zeggen hoeveel bedrijven in maart hun lonen niet zullen kunnen betalen. En hoeveel... Des te meer in april, des te meer in mei. In België gaat dat over duizenden gaan. Maar dan, hoe moet je dat dus oplossen? Dus we hebben bijvoorbeeld, denk ik, zeer snel, om één voorbeeld te geven, hè, zeer snelle maatregelen nodig dat iedereen die werkloos is door corona echt technisch werkloos kan gezet worden door de werkgever. Want anders gaan er bedrijven, ook gezonde bedrijven, echt over kop gaan. Maar zo'n maatregel, ja, dat is bijvoorbeeld, dat is 70% van het loon. Maar daardoor ga je weer mensen hebben met die 70%, 30% minder, die een huisje niet meer kunnen afbetalen, of een huur, of een medische zorg. Dus we hebben nu een overheid nodig, totaal unknown territory, ook daar, die gewoon zegt, hoe gaan we dit oplossen? Het spreekt vanzelf dat de overheid hier nu wereldwijd een uitgavenpatroon zal hebben met zeer beperkte inkomsten die nooit gezien is. Dat gaat de Wereldbank uiteindelijk, dat gaat wereldwijd moeten opgelost worden. Vermoedelijk met de creatie van nieuw geld, maar die niet als schulden telt. Maar dat is ook daar dat... Maar krijgen wij dat? Want als ik u goed begrijp, dan komt er wel een serieus economisch drama aan. Faillissementen en noem maar op. Krijgen we dat opgelost dan in deze... Wel, dat is net het punt. We moeten dat daarom, daarom heb je nu een regeringsvorming nodig. Een echte. Een volwaardige, over alle domeinen. En niet 6 maand een crisiskabinet dat vooral met corona bezig is en dan misschien een herstart van de formatie ergens in september om dan in oktober, november, december, weet ik wanneer, tot de regering te komen. Wij zien dit nu komen. En dus we hebben nu, want het gaat niet alleen over corona stricto sensu, we hebben het over sociaal-economische armoede, we hebben het over banken die misschien in de problemen zullen komen. Ja. We hebben het over heel veel verschillende dingen. De vertakking van corona naar diepe nerven in onze samenleving is enorm. Dus je hebt een alomvattend regeerakkoord nodig nu. En als je dat nu maakt en je kan een aantal dingen voorzien en inbouwen, dan win je tijd. Het is net zoals met bestrijding van virus. Als we dingen wisten, lang geleden hadden we die skitoeristen die uit Italië kwamen misschien beter gescreend, dat hadden we dan misschien kunnen doen. Maar we weten nu wat er op ons afkomt, dus we moeten nu een regering vormen en niet uitstellen tot weet ik veel wanneer. Maar dat is niet het geval, dan zie je dat er allemaal niet zo goed. Hoe schat u dat nu in? Wel, pas op, momenteel veranderen er zaken per dag wat vroeger 6 maanden nodig had. Dus nogmaals, voor mij is het echt om te even welke partijen dat erin zitten, als het maar mensen zijn die zich bewust zijn van de zaken. Ik zou graag even op dat woord banken terugkomen. We moeten geen nieuw systeem heruitvinden om gans de economie, waar dat er echt drama's zullen gebeuren, te ondersteunen. Dat bestaat reeds. Hè. Dat is het netwerk via de banken. Maar de banken zijn sinds de bankencrisis aan enorme regels onderhevig. Dus de overheid zal de banken moeten bepaalde steun geven of zeggen tot waar ze kunnen gaan of bepaalde garanties geven, zodanig dat de banken hun rol kunnen blijven spelen. Dit lijkt mij de kortste weg om faillissementen en dergelijke te vermijden. Wat heb je daarvoor nodig? Een overheid. Dan spreek je over de minister van Financiën bijvoorbeeld. Hè. Een minister van Financiën die niet in eerste instantie, dat denken mensen niet aan als het over coronabestrijding gaat. Nochtans zou zo iemand een heel belangrijke rol kunnen spelen in de opvang van de mogelijke gevolgen. Vandaar dat je dat nu allemaal moet uitdenken. En of het nu een hele roze of oranje coalitie is, dat doet er niet toe. Als je een plan maakt, je maakt een visionair plan, je verdedigt dat consequent, eensgezind, dan win je daar zelfs verkiezingen mee. Maar je moet het lef hebben om die stap te zetten. Dan heb je eerst een regering nodig. Heren, dank jullie wel voor jullie komst. Meneer Van Alst, doen we er goed aan om u nu al uit te nodigen voor morgen? Dan kom ik terug. Dat is wat te vroeg, denk ik. Maar bon. Nee. Geen groot nieuws nog
morgen, wat die lockdown betreft? Ik ga daar zelfs niet over speculeren, maar goed geprobeerd. Ja, ja, dat is goed. Dank je wel al sinds voor je komst. En een mooie avond nog. Dank je wel om te kijken, dames en heren. Maar blijf zitten voor een nieuwe aflevering van Wereldrecord met Maarten van Gramberen. Topsport, en ik zou ervan profiteren, want voor de rest zal het rustig blijven in Sportland. Vermoed ik. Fijne avond nog bij Kampas en tot morgen.